De heerschappij van Bloemendaal, de koude douche van KZ-coach Bart Looijen, de wedstrijdtafel van de play-offs en natuurlijk weer de prijsvraag van de week. Welkom bij aflevering 13 van het Rabo Hockeyjournaal. De mannen van Bloemendaal worden zaterdag voor de vijfde keer op rij landskampioen. Die conclusie kun je gerust trekken na de eerste wedstrijd zondag op de Roggewoning. Want anders dan de 1-2 uitslag doet vermoeden, waren de Mussen zondag heer en meester in Wassenaar. Met als uitblinkers Wouter Scholie, het covermodel van het juninummer van Hockey.nl, en Teun de Nooijer, die aanvallend onopvallend speelde, maar verdedigend geen steek liet vallen. Scholie en de Nooijer speelden zich dus mooi in de kijker van de nieuwe bondscoach Paul van As en kunnen binnenkort een brief in de bus verwachten. Twee van de 40 selectiespelers van het nieuwe Oranje zijn dus bekend. Zodra we de 38 andere namen weten, melden we dat uiteraard zo snel mogelijk. Tilburg en SCAC spelen ook volgend seizoen in de Rabo hoofdklasse mannen. Stichtse versloeg in twee wedstrijden rood-wit dat het spannender maakte dan verwacht. Tilburg maakte in twee wedstrijden korte metten met Klein-Zwitserland door de grootste uit- en thuiszegen van het seizoen te boeken. In Den Haag werd het zaterdag 0-4. Op eigen veld wonnen de Brabanders met 6-2. Voor KZ-coach Bart Looijen kwam er met de twee nederlagen een einde aan zijn periode bij de Steenbokken. En dat afscheid lieten zijn spelers niet onopgemerkt voorbij gaan. Dat is kleine ding. Met wat voor gevoel neem jij hier nu afscheid met deze koude douche, zeg maar na deze koude douche? Met een nat gevoel inderdaad. Nee, ik ben heel trots op het team. En het blijkt ook wel dat de band gewoon goed is in het team. Zo zou je het niet zeggen. Ik neem afscheid met het gevoel dat het team klaar is voor de volgende stap. En is volgend jaar om de eerste plaats meedoen en dan een iets makkelijker weg naar de hoofdklasse. Dus ja, heel goed gevoel. Ja, als je dus deze ploeg ook ziet, je ziet dit gebeurt. Dan moet het ook een beetje een moeilijk gevoel zijn, denk ik, toch of niet? Ja, absoluut. Ik had niet liever gewild om door te gaan, absoluut. Dit team zie je toch groeien en dat wil je graag afmaken. Dat had ik niet liever gewild, absoluut. Wat ga je nu doen? Dat weet ik nog niet. Ik ben aan het kijken naar bedrijfsleven om daar weer in ieder geval wat te doen. En dan eventueel als er wat op mijn pad komt wat ik leuk vind, dan ga ik dat doen. Op dit moment is het nog niet op mijn pad gekomen. In Bilthoven eindigde zondag de wedstrijd tussen SCAC en Rood-Wit in een chaos. De reden? Scheidsrechters en spelers hoorden het eindsignaal van de wedstrijdtafel niet, speelden gewoon door en zagen Rood-Wit alsnog gelijk maken. De treffer werd uiteraard afgekeurd, maar toch. Ook bij HGC Bloemendaal duurde het even voordat in het veld doordrong dat de toeter was gegaan. Ons advies aan de officials langs de lijn: probeer het eens met de vuvuzela. Dat geluid gaat door merg en been en belangrijker, het wordt inmiddels herkend door iedereen. De prijsvraag van vorige week ging over de nieuwe bondscoach. En Okke van Straten uit Bavel voorspelde dat het Paul van As zou worden. En hij kreeg dus gelijk. Okke, gefeliciteerd. De trainingsbroek van Push Dames 1 is naar je onderweg. De prijsvraag van deze week heeft als onderwerp de assistent bondscoach. Want wie gaat die rol vervullen bij Oranje? Als jij het weet, kun je het ons laten weten via prijsvraag@hockey.nl. Onder de goede inzenders verloten we een driedelig oranje kostuum. Tot volgende week.